twee zilveren armbandjes. Die hebben een waarde van misschien 25 euro. De moeite van het inbreken überhaupt niet waard. Maar voor die mensen is dat zo onbetaalbaar. Is dat gewoon miljoenen waard. Die zouden alles geven om die armbandjes terug te krijgen. Het is zondagmorgen en ik mag als forensisch onderzoeker aan het werk om de inbraken van de afgelopen nacht te onderzoeken op sporen. We bekijken de aanvraag en ik zie een inbraak in Apeldoorn. We zijn op dat moment in Apeldoorn. Apeldoorn ligt in het midden van de regio. En in die aanvraag wordt het verzoek aan ons gedaan of wij tussen 1 en 3 willen komen, omdat de mensen 's ochtends en 's middags naar de kerk willen. Nou hebben we daar heel veel begrip voor, maar het was voor ons echt niet handig. Ook omdat er heel veel andere inbraken waren die ver weg van deze plek lagen. Dus allebei heel stuk moesten rijden. En deze inbraak lag nou zo mooi dichtbij. Dus ik heb gebeld, kreeg een hele vriendelijke man aan de telefoon. En die zei dat het helaas niet mogelijk was. Dat ze toch echt naar de kerk wilden twee keer die dag. Maar we wilden wel graag naar die inbraak toe. Om ja, zo snel mogelijk de sporen te kunnen verzamelen. Om die inbreker te kunnen vinden. Dus twee nieuwe routes gemaakt en ik ben gaan rijden. Ik had geluk die dag. Ik had wat kleinere inbraken. Dus ik was snel klaar, relatief snel klaar. En het lukte mij om tegen 1:30 bij die woning te zijn van die mensen die twee keer per dag naar de kerk wouden. Ik kwam daaraan, belde aan, vrouw deed de deur open. Vrouw gekleed in lange rokken, zichtbaar streng gereformeerd gezin. Ook 6 kindjes in de woning, meisjes ook gekleed in lange rokken. Ze vertelde dat er alleen maar 2 zilveren armbandjes waren gestolen. Dus eigenlijk de moeite van het inbreken niet waard. Ze liet me de ruimte zien waar de inbreker spullen had vastgepakt of spullen had verplaatst. Dat zijn voor mij belangrijke ruimtes, want daar zitten de sporen op. Waarmee ik de inbreker weer terug kan vinden. Op een gegeven moment stond ik in een kamer van een van de dochters. Een mooie foto van een meisje aan de muur, overal roze en paardjes en echt een jonge tienerkamer. Dus ik zei tegen die vrouw, is dit de kamer van een van uw dochters? En op dat moment zegt ze, ja, dit is de kamer van mijn overleden dochter. En daar bleken dus 2 zilveren armbandjes van te zijn gestolen. Dat maakt heel kwaad, ja. Absoluut, want je hebt het recht niet om in te breken, maar dat je ook nog zulke dingen wegneemt die zo'n emotionele waarde hebben. Ik wil altijd elke inbraak heel graag oplossen, maar deze nog net iets meer. Die armbandjes moeten terug. Die mensen zo verstreken. En ook het feit dat het van een overleden kind is, dat daar weggehaald is. Dus ja, als ik bijna klaar ben met sporenonderzoek, dan vraagt de familie of ik even thee met ze wil drinken aan tafel. En op dat moment, ja, dan zegt die vrouw ook van ja, dat ze wel twijfelt in haar leven aan het geloof bij zoveel ellende, maar dat het haar toch ook wel steun geeft. Dus ja, op dat moment ben ik wel blij dat ik toch dat het gelukt is om daar tussen 2 kerkdiensten in het sporenonderzoek te doen en voor deze mensen alles heb kunnen doen om die armbandjes terug te vinden en die inbreker te vinden.